Alex Pastoor, je hebt van die trainers die zeggen dan, dan hebben ze een wedstrijd gewonnen, komt er een interlandperiode aan en die zeggen, joh, eigenlijk komt dit op een verkeerd moment. Komt het voor jullie nu op een lekker moment, die interlandperiode? Dat kan ik je na het weekend vertellen. Maar voor je gevoel, heb je veel dingen anders gedaan de afgelopen weken dan die weken daarvoor? Nee, want je weet, als het goed is een jaar van tevoren wanneer er een interlandperiode is, dus dat kun je prima inplannen. Dus dat zijn allemaal van die randverschijnselen waar je op voorbereid bent. Maar je was natuurlijk niet op voorbereid dat in die laatste twee wedstrijden niet werd gewonnen, een keertje gelijk, een keertje verloren. Heb je dan anders getraind? Paul Gladon die zei bijvoorbeeld, joh, we zijn nu wel wat meer aan het hameren op meer voorzetten naar de spits en zo. Wat meer goede ballen. Kan je daarin vinden? Dat verhaal zal ik even nuanceren. Kijk, alle facetten van het spel die krijgen in trainingsmomenten krijgen die een plek. Wat we wel hebben gezegd, heb ik vanaf dag 1 gezegd, ik wil gewoon voorzetten in die 16 zien. En waarom? Omdat het effectief kan zijn. Je brengt de bal voor het vijandelijke doel. Dat is leuk om te doen, dat is leuk om naar te kijken. Nou, en wij zijn degene die het meeste voorzetten brengen in betaald voetbal, dus dat is één. Alleen, we kunnen wel kijken naar de kwaliteit. Nou, dat doen we gewoon elke wedstrijd. En dat laten we die jongens ook zelf doen, wat ze van hun eigen gedrag vinden. Want we kunnen natuurlijk niet regisseren dat een bal niet op de paal of op de lat gaat. Maar we kunnen wel regisseren dat ze op de plek komen waar de meeste doelpunten gemaakt worden. Nou ja, dat heeft altijd zijn aandacht. Maar het lijkt me logisch dat als je vindt dat je vaak beter bent dan je tegenstander, vrijwel altijd, en dat je meer kansen krijgt dan je tegenstander, altijd, dat je dan daar ook wel wat meer aandacht naar laat uitgaan. Dat lijkt me ook wel logisch. Ja. Die cijfers die waren nieuw voor mij. Zijn er ook cijfers bekend over het rendement van spitsen en doelpogingen? En hoe hoog staat Sparta dan? Niet zo heel hoog, denk ik dan. Nee, de conversie is hartstikke laag. Dus dat is, daar hoeven we niet omheen te draaien. Dat kun je in alle statistieken terughalen. Ja. En hoe train jij dat? Het is de trainer, denk ik. Ja, nou, dat heb ik volgens mij in de voorbije minuut proberen uit te leggen. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Als jij voor de goal komt, en dat is bijvoorbeeld een item wat ik met Pieter Nijs heb besproken. Bespreken is één, hè, want het gaat om het doen. Maar die kwam nooit zo vaak voor de goal. En als hij dan kwam, dan ging hij op z'n allen hard schieten. Uit een soort van onwetendheid of onzekerheid van, ja, wat moet ik hier voor die goal? En ik zei van, nou, volgens mij ga jij in de manier waarop wij nu spelen, ga je wel vaker voor de goal komen. En ik spreek uit eigen ervaring, want ik kwam zelf in dat soort posities. Ik zei, je kunt ervoor kiezen om ook, als je gewoon voor de keeper komt, om een hoek uit te zoeken. En als je gewoon met binnenkant schoen op de hoek mikt, dan en je hoeft niet eens te kijken, want je weet waar het doel staat. Je bent volledig georiënteerd, je bent al 25 jaar aan het voetballen. Nou, dat neemt hij dan ter harte. Nou, dat is iets wat je mee kunt geven, maar je moet hem in training dan wel in die situaties brengen. Dan wel in de situatie dat hij de voorzet brengt. Nou, dat is met de spitsen eigenlijk nog steeds zo. En soms doe je dat met weerstand en soms doe je dat zonder weerstand. En heel vaak doe je dat gewoon in partijen. Nu hebben jullie een spits hier, Paul Gladon. 31 wedstrijden zijn we onderweg, 31 keer een basisplaats voor hem. Toch is er heel veel kritiek op hem, hè, van buitenaf. Hij zegt ook zelf net, joh, ik heb het gevoel dat het meer gaat worden, die kritiek. Is dat nou voor jou als trainer ook een facet wat je mee gaat nemen? Hoe zo'n jongen daarmee omgaat bijvoorbeeld? Dat zou het wel kunnen worden. Het is wel zo dat, wat we wel altijd bespreken, is dat we met invloeden van buitenaf niets hoeven te doen. Waarom niet? Omdat wij elke dag met elkaar werken, met elkaar bespreken. Niemand weet hoe het hier toe gaat. En niemand weet welke afspraken wij maken. Dus op het moment dat jij als pers iemand wil beoordelen, moet je eerst weten, waarop moet ik hem dan beoordelen? Nou, het makkelijkste is om een spits te beoordelen op goals. En het makkelijkste is ook om te roepen als iemand een keer geen goal maakt. Wisselen. Dat is een kreet die kun je ook naar hartelust door het stadion schreeuwen. Vaak met de naam van de trainer erbij of de naam van de speler erbij. Die mensen dragen echter geen verantwoordelijkheid. Wat betekent dat als de opvolger er ook niet inschiet, dan moet ik naar nummer 3. En als die hem er niet in schiet, dan moet ik naar nummer 4. En als die hem er niet inschiet, dan moet ik weer opnieuw naar nummer 1. Nou, en zo wordt het een duiventil.
En zo kun je je eigenlijk nergens aan vasthechten. Dus er is altijd een marge van veiligheid waarin spelers niet kunnen scoren of een keer een verdedigende fout maken. En het is altijd zo, op het moment dat je concurrent het beter doet, dan zet je die erop. Maar jij zegt, het invloed van buitenaf, daar kunnen we zo weinig mee. Maar het zijn ook mensen. Als er 500 tot 1000 man roepen, je bent een klootzak, je kan er niks van. Dat lijkt mij, als journalist, maar ook als voetballer of als trainer, best een lastige situatie. Ja, je kunt beter naar een concert van U2 gaan, dan heb je het gezelliger op dat moment. Maar je weet ook dat dat gaat gebeuren. Ik bedoel, vooral voor spitsen en keepers is altijd het lot. Als een keeper hem een keer laat glippen, ja, dan zit hij er ook vaak meteen in. Dat is jouw lot. Als je als spits niet of weinig scoort, dan zullen ze roepen wisselen en een ander erop. En dat is niet altijd even leuk, maar om je daar dan mee bezig te houden, je werk is om te doen wat je opgedragen wordt. En er zullen altijd mensen zijn die zeggen, nou train, laat mij er maar even af, want ik zie al zo op dat ze mijn naam gaan scanderen. Ik heb overigens nog nooit meegemaakt, maar ik kan me wel voorstellen dat sommigen in die situatie zitten. En sommigen die verpieteren erbij en sommigen leven juist daardoor op. We hebben het over lot van een speler. Lot van een trainer is dat hij wel eens ontslagen kan worden. Heel slecht bruggetje hoor. Maar 19 augustus, notabene mijn verjaardag in 2013. Ik had natuurlijk een hele vervelende verjaardag toen jij werd ontslagen bij NEC. Nu spelen jullie tegen NEC. Heb je dan nog wel een gevoel van, joh, ik wil dat kampioensfeestje dan extra graag verpesten? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik heb... Geen klein beetje rancune? Nou, in het begin word je... Kijk, een beetje rancune is prima. Dat iedereen wil... Bij de club waar hij weggegaan is, altijd even laten zien dat je goed bent. Dat lijkt me een heel gezond iets. Maar tegelijkertijd heb ik ook gewoon respect voor de manier waarop men de terugkeer heeft bewerkstelligd. Daar moet je ook niks anders dan respect voor hebben. En ik moet zeggen dat vlak na zo'n ontslag, hoe absurd een ontslag ook wel eens is, dan ben je wel geladen en dan ben je ook wel negatief gestemd, moet ik zeggen. Dat had ik ook. En binnen no time eigenlijk vervliegt dat en herinner ik me alleen de goede dingen. En die andere dingen die zal ik nooit vergeten, want zo zit ik dan ook wel in elkaar. Maar dat beheerst niet mijn dagelijks leven en zeker niet de wedstrijd van morgen. Is dat, natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd, maar een hele lastige wedstrijd. De lastigste van het seizoen, denk ik. Op papier in elk geval wel. Nou, op papier zeker, ja. Maar het is ook wel, het is juist een mooie uitdaging. Ik bedoel... Je gaat nu de slotfase van de competitie in. Hè. Je zei al, er zit een interland tussen, dus dat markeert het laatste deel van de competitie. Nu gaan de prijzen verdeeld worden. En dus is elke wedstrijd is van groot belang. Dit is de eerste van die laatste van zeven. En het is juist een fantastische uitdaging. Je moet je voorstellen dat NEC de vorige wedstrijd kampioen was geworden. En dan kom je in een stadion waarbij... Ja, de sfeer is ontspannen, want de buiten is binnen en de trainer stelt misschien 4, 5 anderen op, waarvan hij denkt, ja, die verdienen ook om te spelen. Ja, en dan is er eigenlijk helemaal niets meer voor jou om te winnen. En dat is nu wel zo. En we kunnen nu in een heel mooi podium, op een heel mooi podium laten zien waar we toe in staat zijn. Of we kerels zijn, of we om kunnen gaan met... Ja, met een prachtig vol stadion. Dus dat zijn allemaal dingen die ik als een enorme uitdaging zie. Heb jij nou ook voor die laatste 7 wedstrijden een... ik weet bijvoorbeeld Marinus Dijkhuis, met wie jij goed bent, die heeft gezegd aan dit seizoen, joh, ik wil gewoon 34 punten halen uit 34 wedstrijden, dat is prima. Heb je nou ook zoiets van een bepaald aantal punten voor die 7 wedstrijden? Ja, ongetwijfeld 21, maar dat je tevreden bent met, weet ik veel, 18 punten of zo? Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen, want als ik kijk naar de wedstrijden die ik tot nu toe met Sparta heb beleefd, dan kan ik wel zeggen dat op de wedstrijd tegen Emmen hebben we de wedstrijden gedomineerd, zelfs met 10 man. We hebben altijd beter gespeeld dan de tegenstander, veel meer kansen gecreëerd dan weggegeven. Dus in dat opzicht hebben we dat goed gedaan. Nou, de conversie is gewoon onder de maat. Ja. Hoeveel punten had je dan moeten hebben? Is het dan niet geslaagd of wel geslaagd? Ja, dat vind ik een beetje lastig om te zeggen. Als ik wel naar dit weekend kijk, ik ben nooit zo van de prognoses hoor, maar 4 of 6 punten vind ik wel noodzaak. Het wordt lastig, zeker 6 punten, maar goed, 4 ook. Het wordt sowieso lastig. Ja, maar weet je, ja,
Jouw lastig is weer niet mijn lastig. Ja. Ik bedoel, we spelen tegen Achilles en die gaan vanaf de eerste seconde tijd rekken. En ja, het blijft gewoon 0-0. Dat je ook denkt, dat je wakker wordt en je denkt, was dit nou echt gebeurd? Of ja, het is zo, dus dat is net zo lastig als dit. Ga jij mensen weer terugkrijgen in je selectie? Ja, ga je mensen, ja, echt waar. Ga je mensen opstellen? Nee, ga je, ik weet, Johan Voskamp is weer gaan trainen. Sluit hij aan bij de selectie voor duel tegen NEC? Nou, we hebben op dit moment eigenlijk een voltallige fitte selectie. Er zijn twee uitzonderingen erop, die zijn niet okselfris. Het zou moeten, zou het wel kunnen, maar dat doen we niet. Wie bedoel je? Brian Jansen en Kees van Buren. Brian zit op 90% en Kees op 99%. Nou, als je keuze hebt, dan hou ik liever die jongens heel. Brian zou toch niet spelen, maar Kees is natuurlijk iemand die sowieso in de eerste groep van 16 zit. Maar daar gaan we geen risico mee nemen. Ga je Johan Voskamp wel toevoegen aan de eerste groep van 16? Normaal gesproken natuurlijk een zekerheidje, maar wat ga je doen met hem? Ja, Johan gaat mee. Ja. Basis? Dat zeg ik lekker niet.